Voor zo'n 300 leerlingen van Groningse basisscholen was er vanochtend een muzikale voorstelling in de A-kerk. Verhalenverteller Frank Belt vertelde het sprookje van Polle de Orgeljongen onder begeleiding van organist Eeuwe Zijlstra. Er waren ook twee tolken die de voorstelling ter plekke vertaalden voor zo'n 100 leerlingen van het Cantalis Guyot School in Haren. Het gaat over Polle de Orgeljongen, zoon van Alma. Alma doet niks liever dan spelen op haar orgeltje, maar heeft een hele gemene zus, Mora, die er altijd dwars zit. En uiteindelijk als Polle geboren wordt, dan ziet Alma geen andere kans dan haar zoon naar de reuzen toe brengen. En als Polle groot genoeg is, gaat hij weer op zoek naar zijn moeder. En de reuzen die bieden uiteindelijk uitkomst. En dat allemaal uiteindelijk op het allerlaatst met behulp van een reuzenorgel. Voordat het concert begon, keken de leerlingen naar een animatiefilm van John en Sophie Kroesen over orgelbouwer Snitker. Gerrit van het Cantalis Guyot School in Haren mocht het verhaal in gebarentaal vertolken. Een van de meest bewonderde orgelbouwers is Arp Snitker uit Hamburg. Hij bouwt in zijn leven wel 170 orgels. Tot nu toe heb ik best wel ervaring met gebarentaal. Ik heb de leesvertelwedstrijd in 2017 ooit gewonnen. Stond ik ook op het podium met een heel groot publiek. Ja, ik ben het gewend om en ik ben vaardig genoeg om te gebaren. Nou, wat ik het allerleukst vond om te doen is de gezelligheid om het samen dat te gaan onderzoeken. Hoe werkt het? Hoe klinkt het? En dat zeg maar te onderzoeken en dat te vertalen naar gebaren en dat opgenomen worden. Dat was leuk. Vooral is het doel dat kinderen weten dat orgels bestaan en dat dat grote mooie instrumenten, eigenlijk machines zijn waar een heel orkest uitklinkt bij wijze van spreken. En ik denk dat dat wel gelukt is, ja. De voorstelling is een onderdeel van het Snitker Festival dat tot en met zondag duurt.